Ronald is uh, de moeilijkste positie waar je moet kiezen voor zondag. Is, is dat de positie Of staat het verder allemaal wel, wel vast? Nou ja, we, op een aantal posities in het elftal hebben we weinig concurrentie. Op een aantal posities en dat zeg je terecht. Waaronder linksback. Ja, daar moeten we een keuze in maken, omdat natuurlijk uh, vanuit de wedstrijd tegen NEC de laatste natuurlijk de wissel heb gemaakt voor uh, Bruno Martins Indi in de rust te vervangen voor voor Mikel Nylon. Dus daar moet ik een keuze in maken. En, uh, maar ja, dat heeft weinig zin om dat nu bekend te maken. Want dat zal ik eerst met de groep bespreken. We hebben morgen nog een training, een laatste training. Dus en daar zullen we een keuze in maken. Hoe vond je dat Nederland met deed als invallen in die wedstrijd? Nou, wat, wat ik vroeg aan hem in de rust was met name om, om vooruit te spelen. Omdat we, en wat ik vond in de eerste helft, dat we met name achterin ja, te, te, te onnauwkeurig te. te Zenuwachtig, uh, veel te vaak voor de, voor de oplossing zochten achteruit. Ja, achteruit is geen oplossing. Bij momenten wel eens maar. En dat heeft hij goed ingevuld. Want in de tweede helft uh, hebben we in ieder geval uh, vooruit gespeeld. Ook niet, niet veel kunnen creëren, maar dat vond ik wel beter. En dan ben je door interlands weer mensen een beetje kwijt geweest, wat minder contact met sommige spelers. Wat, hoe is het met de vorm van Guidetti in de aanloop naar, naar zondag? Ja, daar kan ik weinig over zeggen, omdat. Uh, hij heeft natuurlijk twee uh, heeft een oefenwedstrijd gespeeld met Jong Zweden en, en, en een kwalificatie tegen Malta uit waarin hij 90 minuten heeft gespeeld. Nou, hij is pas uh, woensdag laat. En, en, en gisteren vanwege de vrije dag hebben we hem vanochtend voor het eerst gezien. Nou, dus ja, het is afwachten. Hij weet dat hij, dat hij meer moet brengen. Is Sisek uh, voor jou een uh, serieuze kandidaat in de spitspositie? Nou, Ik denk dat ik denk. Wel na over het feit natuurlijk, omdat je nu in een situatie zit dat Fernandes zes wedstrijden geschorst is. Ja, wat, wat doe je als, als een QD die één uh, of niet aanwezig kan zijn of, of, of niet goed is? Uh, hoe ga je dat invullen? Ik heb Cissé in dat wedstrijdje tegen Telstar wel de tweede helft in de spits gezet. Om gewoon al te kijken of voor andere mogelijkheden. Dus dat, met de aanvallers die we hebben, kunnen we wel zo links-rechts wat schuiven. Dat klopt wel. Kun je een paar spelers noemen waar je erg tevreden bent uh, over bent? Als je kijkt naar de eerste helft althans de, de, de competitie tot nu toe? Ja, ik wil, ik wil het eerlijk gezegd niet zo individueel betrekken. En uh, natuurlijk is, zijn, er, zijn er spelers die, die wat regelmatig niveau hebben dan andere spelers. Uh, je ziet toch een aantal spelers ook zonder namen te noemen. Ja, die een beetje meegaan in, in, in het hele elftal. Uh, ja, goede wedstrijden, AZ-Ajax, mindere wedstrijden in een in, in aantal thuiswedstrijden, Groningen uit, uh, Cohet noem, noem al die wedstrijden maar op. Ja, onderhevig aan, aan, aan het team en, en je ziet de jongens, ja, zo'n ja die is niet echt afhankelijk uh, van een team. En, en die heeft meer en die heeft wat meer rust. Ja, hij is wat ouder, uh, heeft daar wat minder last van lijkt het wel en, en dus speelt regelmatig beter en goed uh, wat je zou willen zien en de anderen zijn toch nog wat meer onregelmatig in hun prestaties. Zie jij in Jordi Klaas die een mogelijke topspeler in de toekomst? Nou dat is afwachten, hij, hij beheerst een aantal facetten heel goed, Want is, hij ziet het voetbal, hij is goed in de passing, hij uh, heeft een stukje agressiviteit in zijn spel. Maar hij moet, moet fysiek sterker worden, moet, moet, moet betere, grotere ruimtes kunnen bespelen. Dus daar zit wel groei in. En, en ik denk dat hij zich heel goed ontwikkelt. ja En, en is pas eigenlijk het eerste seizoen echt, echt bij een grote club. En, 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 en waar meer druk op de ketel is dan, uh, dan vorig jaar bij Excelsior. Waarin die... En dat is heel goed geweest voor een aantal jongens. Uh, zich heel goed en rustig heeft kunnen ontwikkelen en, en wekelijks heeft gespeeld op niveau. Ja, en nu moet hij stapjes gaan maken. Maar hij maakt wel stapjes. En, en waartoe dat uiteindelijk eindigt, ja, dat weet niemand. Laatste vraag van mijn kant. Er gaat best een, een rijtje zware tegenstanders aankomen. Met, met, met Twente, met, met PSV, met Utrecht, met Vitesse. Hoe kijk je naar die reeks? Ga, gaat die ja, de gevoelstemperatuur in de kuit bepalen in de komende maanden? Nou, dat is altijd dat, dat, dat gedeeltelijk bepaald uh, sfeer en, en wel of niet tevredenheid vanuit resultaat van de, van het resultaat van het eerste team. Aan de andere kant uh, ja, heb ik niet zo'n uh, gevoel op dit moment om naar een bepaald programma in de competitie te kijken of dat PSV is of Twente is of het is uh, VVV of Excelsior. Want ja, het mij heeft ook geleerd dit seizoen dat. dat dat we juist de betere wedstrijden hebben gespeeld tegen de betere clubs en, 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 en dat we toch ja, teleurstelling hebben opgelopen tegen eigenlijk kwalitatief mindere teams. Dus ja, uh, zeg het maar. Nog, en nog één dingetje, maar ik vind het echt mooi om te zien hoe je uh, eerst zegt van ja, je, ja, ik wil niks zeggen over de komende jaren in mijn positie, hier, maar als je dan nou gaat praten en naar jezelf kijkt, naar de wensen en ambities van die club kijkt, zou het ook wel een spannende gedachte zijn als jij hier een aantal jaren gewoon zou werken en mee zou helpen aan het herstel van deze mooie club spannende gedachte is ja, ja, ja. uh, weet ik niet het is maar... wel een proces voor de langere termijn dat gaat natuurlijk gewoon toch nog wel een aantal jaren duren ja dat is ook wel zo dat, dat klopt ook maar nogmaals dit is gewoon één er zijn twee partijen de, de ene partij is Feyenoord en de andere partij ben ik en ik geef alleen aan van uh, ik moet met plezier kunnen werken en ik moet ergens uh, vooruitzicht inzien moet ergens een uitdaging inzien ik denk dat, dat het het is in je leven als je wat ouder wordt, dat, je, dat er uitdagingen zijn. Als dat er niet meer is, dan, dan, dan heeft het eigenlijk weinig zin. En iedereen binnen Feyenoord weet wel hoe ik uh, daarover denk. En uh, dat ik met plezier, uh, ondanks uh, de laatste wedstrijden, ook gewoon iedere dag met plezier uh, het trainingsveld opga. En, en, en dat we met z'n allen bezig zijn. En dat, dat is wel de Club Feyenoord natuurlijk, wat er allemaal gebeurt in Amsterdam waar we het over hebben. Ja, dat zou hier natuurlijk niet kunnen, want hier zijn we denk ik wel wat, uh, wat meer streed dan, dan daar gebeurt.